En oh, jammer. Oh, daar hebben we geluk, ouwe. Dat is gewoon puur geluk. Daar ga ik niet eens om liegen. Dat is echt puur geluk. En oh, goede redding van de doelman. Laten we hem ook maar even een keer een complimentje geven dan. Yo kijkers, daar zijn we weer. Een nieuwe FIFA 22 Manchester United Career Mode. We gaan door, we gaan verder. En voordat ik ging starten met opnemen, is er maar één ding opgevallen. We zitten natuurlijk in de halve finale, maar misschien wordt dit wel gewoon de laatste aflevering. Want we hebben de eerste halve finale wedstrijd gesimd. Dat werd gewonnen met 2-1, zie je daar. En nu hebben we daarna nog hier Brighton, Chelsea en Crystal Palace. Brighton gaan we spelen, competitie iets spannender houden. Chelsea, of Simmen bedoel ik dus. Chelsea gaan we natuurlijk spelen. En dan wordt gewoon kijken hoe het ervoor staat in de competitie. Of het nodig is om Crystal Palace te spelen of niet. En hopelijk komt er dus ook nog een Champions League finale erbij. Ben ik bijna vrijwel zeker van. Dus dat wordt lachen, wordt feest. Dit kan de finale aflevering gaan worden van deze career mode. Maar dan moeten we natuurlijk wel de Champions League winnen. En de competitie eigenlijk ook wel. We moeten wel die dubbel pakken. Anders is het nog een beetje missie gefaald. En dat willen we voorkomen. Voor nu is het gewoon een kwestie van simmen richting die Champions League pot. Oh god, daar hebben we Hogewerf weer. Ik heb het gevoel dat ik vooruit ben. Hij begint weer over zijn salaris te lullen. Ga je nou eens concentreren op het voetballen, man. Anyway, we gebruiken die vent toch niet, dus ja, yeah, whatever. Benfica, nu op het programma. Ik ga de basis pakken. Die is... Oeh, Ronaldo is niet helemaal fit. Waarom ben je niet helemaal fit? Maar we gaan wel spelen. De volledige 90 minuten is het plan gewoon. Want ja, dat hebben we in de vorige aflevering gezegd. En als je iets zegt, vind ik dat je er ook aan moet houden. En is die nog topscorer eigenlijk? Jazeker. Lewandowski met 9 doelpunten erachter. En Müller met 8. Bayern op de doelpuntentour wel hoor. Dat dan weer wel. Maar wij, Ronaldo heeft er meer. Dus hij staat daar lekker op 1. Hij wil die topscorers titel van de Champions League binnenslepen. En dat wil ik ook wel met hem. En ik wil de Champions League zelf binnenslepen. Laten we dus gauw verder gaan naar de wedstrijd tegen Benfica. Nou gaan we, John. Benfica heeft afgetrapt. Eens kijken wie hier als winnaar te bus gaat komen. Wij natuurlijk. We staan voor. We moeten gewoon onze voorsprong eigenlijk alleen maar verdedigen. We spelen wel uit. Dus we moeten het niet gaan onderschatten. Thuisvoordeel voor Benfica. Hè? Wie weet, de supporters geven ze zoveel steun. Dat Benfica ons helemaal plat gaat spelen. En dat was een hele slechte bal van Rashford. Oh, we zien Sancho gaan. Oh, wat is dit hier? Open Ronaldo. Bam! Lekker hoor. Wat een snel doelpunt. We wonnen de bal. We zetten een aanval op. En het is Ronaldootje weer. Ronaldo. Weer uit een voorzet op de volley. Hij doet het zo vaak. En dan doet hij het oh zo lekker. En wat lekker dat hij het hier ook weer doet. Meer kan ik er niet van zeggen. De 1-0 of 0-1 is in de pocket. Totale stand 1-3. Oh, geef hem mee. Ah, kutbal, Ronaldo. Moet beter. Lekker, Donny. Scherp. Donny is nice. Oh, dat is er mooi doorheen. Oh, we zien daar weer iemand. Rashford. Haha! Heel snel 0-2 binnen 10 minuten. Heerlijk. Kom maar met die finale. Benfica, jullie hebben het goed gedaan. Halve finale. Geen schande, daar kan je best trots op zijn. Maar de finale is voor de big boys. En daar horen jullie niet in thuis. Daar gaan we even een stokje voor steken. Willen jullie kunnen hier in Portugal blijven? Oh, misschien gaat Benfica nog dingetjes proberen. Maar daar zitten we goed te verdedigen. Geen tegendoelpunt, geen gevaar. En dan geven we hem weer aan Sancho. En oh, jammer. Oh, daar hebben we geluk, ouwe. Dat is gewoon puur geluk. Daar ga ik niet eens om liegen. Dat is echt puur geluk. En oh, goede redding van de doelman. Laten we hem ook maar even een keer een complimentje geven dan. Oh, geef hem eroverheen. Richting Ronnie. Dit is geen buitenspel. Geplaatst schieten. Oh, en dan jaag ik hem naast de paal. Aan de verkeerde kant wel te verstaan. Dat was volgens mij een FIFA commentary line vroeger. Van Evertje ten Apel. Shoutout naar OG Evert. Benfica nu. Ik blijf deze man afdekken. Kijk, ze wouden hem er sowieso afleggen. Dat hebben we goed opgelost. Oh, maar slecht uitverdedigd weer. Uitverdedigen is niet mijn sterke kant. Oh, Matthijs. Zonde.
Het is niet geheel jouw schuld, maar de stuit via je woed heeft het Neuer wel wat lastiger gemaakt. Misschien zat hij anders wel goed, we zullen het nooit weten. Dit is een zure. Benfica met een goal. Maar we staan er nog verder prima voor in totaal. Maar ja, dit is heel... Dit is pech. Oké, inmiddels tweede helft. Winnen we hier een kopduelletje. Gaan we gelijk kijken of we iets kunnen bouwen hier. Daar is ruimte. Doet het in één keer? Ja, dat was in één keer. Maar ik wil eigenlijk in één keer naar Fernandes. Niet naar Sancho. Mijn paasjes in één keer. Gaan 9 van de 10 keer bij mij fout. Goed, Wan-Bi Saka. Oké, niet zo goed. Toch niet zo goed. Varane, blijf in het centrum. Ja, vuilen. Ik wil echt gewoon liever niet met mijn centrumverdedigers de vleugel op. Dan laat ik ze nog liever open op de vleugel. Dan doen ze meestal niet zoveel zoals nu. En dan haal je de angel een beetje uit de aanval, om het maar zo te zeggen. Nou zoeken ze gewoon naar een manier om de 16 in te komen. Maar de AI is zo angstig vaak, hè. Kijk, dat is een voorzetje, maar daar sta je dan gewoon voor. Het is een kwestie van goed verdedigen nu. En een keer die bal overnemen, zoals hier. En dan kunnen we een tegenaanval gaan inzetten. Kunnen we gaan counteren, maybe. We zien Ronny gaan. Ik denk te makkelijk zelf ook. Mijn team is één keer shit aan het pasen naar spelers waar ik niet naartoe wil in mijn gedachten. Maar goed, ik zal zelf wel iets fout doen. Want ja, de game past ook niet zomaar ergens heen, weet je. Oké, nou ben... Oh, helemaal open. Mr. Paul. Paultje Pogba. Bam. 1-3. Lekker hoor. Dat moest hij ook wel afmaken. Onze Paulus. Paul Pogba. Heerlijk, man. Ronaldo en Fernandes erbij. Sancho erbij. Wat een rare celebration eigenlijk. Maar ik neem het. Ik neem het. We nemen het doelpunt ook. We hebben weer een goede marge. Op naar de finale. Ondertussen, het is al laat in de wedstrijd, dus ik heb meteen 3 wissels aan mijn kant. Pogba eraf voor Bellingham, Van de Beek eraf voor Rice. En Madueke komt erin voor Sancho. En de scheidsluit af, we gaan door naar de finale van de Champions League. Wat heerlijk, wat fijn. Oh, en zo zijn we een stapje dichterbij bij die Europese prijs die we nog nergens hebben weten te pakken in deze FIFA. Wat de hel. Normaal lukt me dat al lang in een van mijn carrière modes, maar het is me nog niet gelukt. Hopelijk gaat daar verandering in komen. Ronaldo, jij bent een stapje dichter bij missie geslaagd, nog een finale te gaan. En ik hoop dat je daar ook kan scoren, maat. Nou, en dan zijn we terug op het hoofdmenu. Zien we hier Pogba brengt Benfica nederlaag toe met zijn doelpunt. Ja, dat heeft hij inderdaad gedaan, maar Pogba is niet de enige. Dus. Maar goed, maakt verder ook niet uit. We zien hier een verschil in de competitie nog altijd van 5 punten. Dus dat wordt spannend. Dat kunnen we in ieder geval wel zeggen. We krijgen 12,5 miljoen omdat we door de halve finale zijn gekomen. Ook lekker. Oh, en we zien de finale hier nu staan. En dat gaat tegen Bayern zijn. Dat is wel een flinke. Dat is erg een flinke. Maar gelukkig hebben we veel ruimte tussen alle wedstrijden. En kan ik dus hoogstwaarschijnlijk gewoon de competitie volledig met de basis doen. Dat is wel lekker. Ja, zelfs de basis is al fit voor Brighton. En die ga ik simmen staan 17e. Daar moet de basis echt 0 problemen mee hebben. Snel simuleren, it is. Kom op, we spelen wel uit. Dus het was ook te verwachten. Het was ook te verwachten eigenlijk. Dat we toch weer genaaid gaan worden. Hoe laten we hier punten liggen met de basis? Jee, dat kan niet. Please, laat Liverpool ook punten hebben laten liggen. En dat hebben ze. Nog steeds 5 punten verschil. De volgende tegen Chelsea gaan we zelf spelen. En als we die dus winnen, is het klaar. Dan is het klaar. En we competitie... dat zeg ik wel. Maar we moeten ook nog even in de gaten gaan houden wat dingetje gaat doen natuurlijk. Manchester City. We zien wel dat Hazard zijn ontwikkelingsplan heeft voltooid. Die kan nu zonder probleem op links mid staan. Hartstikke mooi. Fernandes is aan het zeuren over wissel in de vorige pot. Maar goed, ik heb gesimd. Weet ik veel wat er is gebeurd. Ik wil dat je fit blijft, maat. Oh, Manchester City nu. Och, jeetje, wat is dit nou weer voor gekke bug? FIFA, wat zit je vol bugs en glitches en dingetjes. Maar Manchester City staat 3 punten achter ons. We hebben wel een dikkere doelsaldo. Als we gewoon wat punten scoren tegen Chelsea, dan zijn we eigenlijk al kampioen op doelsaldo. Want ik zie City niet ergens 9 goals scoren. Ik bedoel, ze zijn goed, maar 9 goals is wel heel extreem. Dus ja,
tegen Chelsea, als ze die winnen, is het gewoon klaar. Dus dan moeten we gewoon doen. En Chelsea staat nu dus op het programma. We gaan de basis erbij pakken, want ik train altijd met de wissels en wat met scherpte en zo. Nu is het dus tijd voor de wedstrijd tegen Chelsea. Ik zag, laten we een titeltje binnen gaan slepen. Nou, aftraptijd. We zien zelfs Sia, geloof ik, daar klaarstaan. Die heb er ook zin in. Zit een beetje te stretchen. Wij gaan aftrappen met Ronaldo. We zijn begonnen. Alright. Dit ziet er prima uit. Tik hem nog even terug. Oh, oh. Hoe stuit je met dat schot op de verdediging, Ronaldo? Ik telde hem in mijn hoofd al. Ah, kijk. Dit werkt ook. We zien daar een rash. Oh, dat is geen lekkere voorzet. Zaten wij daar aan of was dat de verdediging? Nou, oh. Ik had verwacht dat ik hem daar al wel had. Maar goed, we onderscheppen de paas. Dat is ook prima. Kunnen we alsnog iets gaan opzetten hier. En dat is wat we altijd willen. Oké. Nu moet Rashford gaan daar. Links. Tik hem door. Ik moet er gaan voorzetten. Nee, dat was echt geen beste voorzet dit keer. Ik wou eigenlijk niet naar Ronaldo. Ik wou naar de man daarachter. Meer in de buurt bij de tweede paal. Maar ja, soms heb je gewoon de pech dat je niet paast hoe je wilt. Kan gebeuren. Dit hebben we lekker goud terugveroverd. Goed bezig, Rashford. Foutje goed gemaakt. Kunnen we Ronaldo'tje vinden en hem gewoon erin koppen? Dat zou toch mooi zijn. Nou ja, lekker. Het lukt ook nog. Ik zeg het en hij doet het. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ronaldo. Mooi, man. Oh, en zo zetten we een goede stap naar die landstitel. Want zoals ik al zei, als we deze winnen, kunnen we op doelsaldo eigenlijk het kampioenschap niet meer verliezen. Dit is toch wel lekker hoor. Cristiano Ronaldo wil ook prijzen in zijn eventuele laatste seizoen. Heerlijke 1-0. Come on, come on, come on. Nee, dit is niet de bedoeling. Oh, no, no, no. Oh, lekkere redding. Poeh. Poeh. Zolang het verschil maar één doelpunt is, moeten we wel even de nul behouden. Dus al ben ik blij met Neuer op goal. Wat een beest. Rust. En ik ben eigenlijk benieuwd. Als we winnen, zullen we dan misschien al een title celebration krijgen? Moeten we even afwachten. Wat is dit? Nee, dit had ik niet verwacht op deze manier. Vandaar dat ik zo rustig was. Ik denk, er komt Neuer wel bij me. Oh, ik voel me genaaid. Ik voel me genaaid. No, wat is dit? Wat is dit? Waarom kwam die ook uit? Met zoveel verdedigers staan ook bij Neuer. Dus dit reken ik je wel een beetje aan. Je ziet, godverdomme, Matthijs daar toch ook ervoor gaan. Oi, 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 oi. Wat een blunder. Oh, zou je meemaken. Na deze wedstrijd gaan we punten laten liggen. Ja, ik ga die laatste wedstrijd hoe dan ook gewoon simmen. Dus ik moet dit gewoon winnen. Die laatste competitiewedstrijd dan. Want ik ga niet 4 wedstrijden in een aflevering gooien. Dat is wat te veel van het goede. God, nou is even Chelsea bloed geroken. Maar ik haat die 5-mansverdediging van ze ook zo hard. Ik heb altijd moeite gehad tegen 5-mansverdedigingen. Oké. Rashford is er langs. Nou moeten we hem geven. Naar, dan geeft hij hem niet naar Ronaldo. Maar hey, Sancho doet dat ook. Laat maar zitten, dit is prima. Ik heb niks gezegd. Ik houd mijn mond. Ik wou oorspronkelijk naar Ronaldo. Maar Sancho doet het voor ons. Kopt die bal ook binnen. En zo staan we weer voor. Oh. Nou, naar mijn gevoel toch wel een klungelige actie van Neuer. En voelde ik me een beetje genaaid. Komen we gelukkig weer snel op voorsprong. Oh, oh, lekker kopballetje Sancho na een goede voorzet van Rashford. Oh, oh, nee! Wat is dit? Varaan! Ik de kruisje om gewoon weg te koppen. En hij laat die bal lekker langs zijn hoofd vliegen. En ik Jezus, de tegendolven zijn. Dit is een wedstrijd. Echt aids, man. Echt aids. Ik wou gewoon wegkoppen. Varane kijkt ernaar. Wat doet hij? Wat is dit? Ontzettend dom tegendolpunt. En ja hoor, de wedstrijd die we moeten winnen, laten we punten weer liggen. Ah, dit is klote, ouwe. Dat we hier punten laten liggen. Godverdomme, hier punten laten liggen. Dit is niet te filmen.
Ik ben echt chagrijnig. Helemaal omdat het tweede tegendoel... Het zijn dan die aids tegendoelpunten deze pot. Waarvan ik denk, wat is dit, weet je? Die eerste kan je nog zeggen, dat is pech. Maar die tweede waarin Varaan niet reageerde op de bal. Dat triggerde mij even. Dat was misschien ook wat te merken aan mijn reactie. En ja, nou kan de scheids gaan affluiten waarschijnlijk. Want meestal mag je zelf niet... Oh, nou ja. Oh, laat die balletje. Greenwood. Greenwood, do it please. Ja! Yeah! Extra tijd en hij doet het. Oh mijn god. Oh mijn god. Wat een geluk en een counter. Oh. Halleluja. De punten. Nadat Chelsea nog even gevaarlijk deed voor mijn doel. Of in ieder geval even in de buurt kwam. In de counter. Breken we ze. Met een jonge, snelle Greenwood die de vermoeide verdediging eruit rent. Wat fijn. Toch 3 punten in de pocket. Of er moet nog iets geks gebeuren. Je weet maar nooit. Nee, de scheids fluit af en we winnen. 3-2, wat een spektakel. Wat een vuurwerk deze pot. Het publiek gaat niet uit zijn bol. Dus we hebben waarschijnlijk op papier nog niet officieel de titel binnen. Maar zoals ik al zei... Op doelsaldo zijn we eigenlijk al wel kampioen. Dat weet ik vrijwel zeker. Na de wedstrijd krijgen we gewoon een bericht over Dillian Hogewerf. Dat hij bij het bestuur is geweest omdat we geen enkele poging hebben gedaan rond zijn salarisproblemen. We willen geen ontevreden spelers, dus we eisen dat je de conflict zo snel mogelijk oplost. Zoek een geschikte koper of sluit een nieuw contract met hem. Nou, als er iemand biedt, mag hij van mij zo weg. En dan checken we hier weer even gewoon hoe het ervoor staat. Ja, City moet nog spelen. Liverpool is uit de race voor de titel. City kan op 80 punten komen. Maar kijk, dat doelsaldo is nu 10 punten verschil. Dat wordt misschien dan 8, 7 doelpunten verschil. Ligt eraan hoeveel City gaat scoren. En dan winnen ze die laatste wedstrijd echt niet opeens met 8-0 of zo. Dat geloof ik niet. En oh, City heeft punten laten liggen. We zijn kampioen. We zijn het al nu. Iedereen is uit de race, 6 punten verschil. Met 1 pot te gaan. We are the champions. Nou hadden ze net zo goed in die vorige wedstrijd wel gewoon de scène kunnen geven. Van hey, trofee en zo. Om dat naar de volgende wedstrijd te krijgen is ook een beetje mosterd na de maaltijd, toch? We zijn gewoon kampioen. Lekker. En dan hier de pot tegen Crystal Palace. What the fuck? Oh, dat is een gebalanceerd ontwikkelingsplan voor Varane. Ik denk al, wat hebben we hem nou ineens gegeven? Maar goed, we kijken wel even, dan is die melding tenminste weg. We zijn dus al kampioen. Dus ik ga dit gewoon lekker simuleren met mijn wisseltjes. Doe jullie best. Doe jullie best. Manchester United, pak gewoon nog even je 3 punten tegen Crystal Palace. Als er niet, kan het me ook een worst wezen. Doen ze zeker. Ronaldo is er toch ingekomen. Die heeft er dus nog eentje bij gescoord. Pogba is erin gekomen. Die heeft er 1 gescoord. En Hazard heeft er 1 gescoord. 0-3 overwinning. Lekker man. Voor het winnen van de premie krijg je 179, zeg maar, afgerond 180 miljoen. Dat is wel echt veel. Holy, dat wist ik niet. Ik heb mijn basis klaarstaan, want de finale tegen Bayern München staat op het programma. Neuer kijkt uit naar weerzien. Oude ploeg in Champions League finale. Ja, voor hem is dat natuurlijk ook mooi. Tegen zijn oude ploeg waar hij lang heeft gespeeld. Ik weet daar maar over niet eens hoeveel jaar. Maar hij heeft er lang gespeeld bij Bayern München. En nu staat hij tegen ze in de Champions League finale. Misschien ook wel in zijn laatste seizoen. Ook hij kwam in het nieuws. Van in een wedstrijd dat Siert zei dat hij overweegt te stoppen. Dus je weet het nooit. Maar dan willen we ook met hem nog even een Champions League prijsje pakken. Let's go. Nou, we zijn begonnen. Ik reageer een beetje laat op die aftrap. Excuses. Bayern München heeft afgetrapt. En is zien wat er nu gaat gebeuren. Hopelijk kunnen we winnen. Oké, Kingsley Coman meteen voor Bayern op de vleugel aan het werk. Sprinten naar voren. Maar Oh, lekker, lekker, lekker. Ja, ik wou zeggen, die kunnen we makkelijk onderscheppen. Goed ertussen. En dan nu meegeven. Oh, we doen een afstandsschotje. Ah, ik denk misschien kunnen we heel mooi scoren. Ik moet eigenlijk niet voor mooi gaan zo in het begin van de wedstrijd. Oké, nou. Zien wat we kunnen. We hebben daar weer de bal voor over door goed te verdedigen. Verdediging kan ik tot nu toe nog niet even klagen. Maar goed, we zijn ook pas 13 minuten bezig. Pogba hier. Oh, we houden daar de bal goed. Kom, Fernandes. Juist, ik wou zeggen. Terug naar Pogba. Hier is Rashfordje. Die geeft hem voor naar Ronaldo. Oh, die kan er niet bij.
Oh jezus, wat een bal. Is dat geen buitenspel? Kennelijk niet. Bayern München. En een flinke aanval. Ze halen het tempo er wel zelf uit en dan blokken we daar gelukkig het schot. Oh, tik hem door, ik wou zeggen. Ik sta goed onder druk. Oh, ik wou zeggen, dit is de ruimte voor Rashford, wat we graag willen zien. Oh, ja, hij tikt hem goed door. Ik dacht even, dat wordt onderschept, maar we staan voor Ronaldo. Hoppa, lekker man. 0-1. Heerlijk. Heerlijk dat hij het ook gewoon weer is. Hij scoort bijna in de Champions League meer voor ons als in totaal in de competitie. Met veel meer wedstrijden daar. Maar goed, dat maakt me ook helemaal niks uit. Wat een held. Het is een beetje een intikkertje. Maar gewoon een goed uitgespeelde aanval dus ook. 1-0. Hoppakee, daar gaan we. Pogba. Tik hem weer door. Nou, nee, wat is dit? Waarom gaat misschien ook mijn pookje wel echt even verkeerd? Oh, never mind. Ik wou eigenlijk... Ik werd boos en dan loopt dat nog goed af. Maar ik wou eigenlijk in gedachten naar voren met die bal. En in één keer ging ik naar de vleugel. Maar whatever. Whatever. We hebben alsnog de goal op een manier binnengekregen. Whatever. Toch de goede keuze dan. Ik wou zeggen de AI. Maar het rare paassysteem heeft me gewoon geholpen. Dankjewel. 0-0-2. Ik kan het niet anders van maken. Wat heerlijk. Wat heerlijk. En we hebben gewoon een voorsprong van 2 doelpunten. Oké, goed. Is dat een vrije trap? Hoe dan? Oh, die gaan ze snel nemen, denk ik. Ah, nee, hij staat nou buiten spel. Doen het toch nog snel. Ja, eigen domme schuld. Dank je wel. Hey, ga eens weg. Oh, kom hier. Wauw, wat een gedoe. Ah, lekker. Rust met een 2-0 voorsprong. Wat? Hoe is dit een pick? Oh mijn god, dit spel soms. Staande tackles leiden naar mijn ervaring iets te snel. Ja, oké, het is wel een tik op de benen, maar... Ja, lelijke animatie, man. En dan hebben we een pingel tegen. Noni Madueke komt ondertussen in voor Sancho. Nou, daar staat Mr... Oh, what the hell? Nou, doei. Dag, Lewandowski. What the hell was dit? Ik wou zeggen, er staat Lewandowski klaar om in te schieten... Maar dit was wel heel extreem over en naast. De licht terugrennen, makker. Ik wil jou in de 16 hebben. Sean, pak die buitenste man. Gelukkig hebben we nog de 0 weten te behouden. Dan wil ik ook gewoon 90 minuten lang volhouden. Countermogelijkheid hier. Ja, ik denk soms echt te makkelijk. Alsof ik er dwars doorheen kan pasen. Dan vraag je ook om balverlies. En dit wordt een goal, ja. Goed afgemaakt. Heel goed afgemaakt. Sané brengt Bayern München terug in de wedstrijd. Pijnlijk, pijnlijk. Geluk dus dat Lewa die pingel miste. Anders stond het nu gewoon al dus gelijk. Dit is een dompertje. Maar echt compleet eigen schuld van mij. Nadat ik zo dom en makkelijk probeerde te pasen. En de bal direct inleverde. 2-1. Oké, als het schot van Pogba geblokt. We moeten het nog heel even volhouden, jongens. Geen fouten maken. Hopelijk is de extra tijd kort. 2 minuten, dat is niet heel lang. Dit is de slotfase. Om die prijs binnen te slepen. 2 minuten zitten er al bijna op. Oh, nee. Nee. Lekker. Weg die bal. Poffen. Fluit af, scheids. Yes. We hebben de Champions League binnen. We hebben gewonnen. Oh, het is gelukt. Wat een strijd. Maar ik ben zo blij dat het gelukt is. Ronaldo is ook blij. Kampioenschap en Champions League titel is binnen. We hebben het geflikt. We hebben het gewoon geflikt. Mag ook wel met deze selectie, laten we eerlijk zijn. Maar we hebben het geflikt. Oh, wat heerlijk. Ik heb maar 1 wissel gemaakt, besef ik me nu deze pot. En dat was Madueke voor Sancho. Want die liep keer op keer buiten spel. Maar, wat fijn. Iedereen viert het feest en terecht. Waarom zou je dat ook niet doen na het winnen van de Champions League? Kijk, daar staat die grote, grote trofee. Het team komt het podium op. Een Neuer erbij tegen zijn oude ploeg. Het is gelukt wat dat betreft. Om dat ook nog eens te flikken. Wat grandioos. Wat prachtig. Ik ben zo tevreden. Ik kan er niks anders van maken. En hier daar is Mr. Ronaldo. Hij mag het doen.
Hij is op de lucht en jongen, hoppakee. Vuurwerk, alles erop. Nou, ik zie nog geen vuurwerk, maar in ieder geval wel slingers. Ik hoop ook op vuurwerk. Het zou toch mooi zijn. Gewoon uit het stadiondak of zo, weet je. Dat ze daar even wat pyro's hebben staan. Het zou toch wel mooi zijn. Het zou toch wel mooi zijn. Maar dat dus voor niet. Wie dit zag iemand dat man achterstevoren fucking aan het twerken? Dat sloeg helemaal nergens op. Dat had ik nog niet eerder gezien. Mijn hartste, ja. Ronaldo, lekker man. Terug bij United. En hij sleept de Champions League en de Premier League binnen. Moet ik het wel goed uitspreken. Wat mooi, man. Ik kon geen beter einde voorstellen. Het is gelukt, onze missie met Ronaldo. Om dat te doen. Lekker, prachtig, heerlijk. Hé, daar is toch het vuurwerk. Waar ik op hoopte. Wat mooi, man. Ook dat nog. Even nog een laatste groepsfoto. Waarom ook niet als afsluiter. Geniet ervan, boys. Jullie hebben het verdiend. Ik bedoel, ja, als je wint, dan verdien je het. Hè? Anders verlies je. Zo simpel is het. Ramos, je er ook bij. Nou, dat was hem. En dan zijn we terug op het hoofdmenu. En dan is het niet alleen het einde van deze aflevering, maar ook het einde van deze serie, van deze carrière mode. Want zoals ik altijd heb gezegd, als je de Champions League wint, ja, wat heb je nog meer te bewijzen? Zei ik dat ook vorig jaar met Chelsea gedaan, dat was ook één seizoen. En zo doe ik het nu ook. Ik zeg wel erbij, sorry dat ik de laatste paar afleveringen geen pers heb gedaan en dat de storylines in deze een beetje, naar mijn mening, zelf een beetje tegenvielen. Maar ik had daar een beetje wat meer moeite mee, wat storylines verzinnen met zo'n grote ploeg als United en zo. En dat soort dingetjes. Met de pers had ik sowieso al gezegd dat het niet meer iedere aflevering kwam voorheen. Maar aangezien ik wel minder FIFA ga uploaden vanwege de naamsverandering en zo, probeer ik het wel weer iedere aflevering te doen. Maar ik wou deze ook graag afsluiten. Dat is gelukt. Er komt dus een nieuwe career mode serie aan. En ik ga de Bene Liga terugbrengen in die serie. Dat gaan we weer doen. We gaan met een Belgisch team. Ook voor de Belgische kijkers. Ik krijg de vraag vaak genoeg. Wil je een keer een Belgisch team? Ja, zeker. En we gaan het weer eens doen met de Bene Liga. Dat lijkt me veel leuker. Ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken en voor al je support. Ik hoop dat jullie de aflevering en de serie leuk vonden. En dat jullie zin hebben in de volgende serie. Als dat geval is, smash dan op dat duimpje omhoog. Klik daar zo vaak mogelijk op. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken en voor jullie toffe support. Ben je nieuw, wil je meer zien? Dat meld ik nog wel even. Klik dan op abonneren en op het belletje om de notificaties aan te zetten. Hoef je geen enkele upload te missen. Ik check jullie graag bij de volgende video. Ciao.